In het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem is de VRE-bacterie uitgebroken. Om de bacterie te lijf te gaan, moeten operaties worden uitgesteld. De geplande opnames van patiënten van sommige afdelingen die gedesinfecteerd worden, gaan niet door. Binnenkort krijgen ex-patiënten een brief met een zelftest. Met dit kweekpakket kunnen patiënten testen of ze besmet zijn. Veel ouders hebben moeite dat hun school in Halle-Heide dicht moet... Algemeen directeur Franke Rimmerie van scholengroep Gelderveste heeft woensdagavond de ouders geïnformeerd over de sluiting van de basisschool. Vijf plattelandscholen moeten fuseren en in Wolversveen moet de fusieschool komen. De ouders zien het niet zitten om hun leerlingen naar het Siberië van de Achterhoek, zoals ze Wolversveen noemen, te sturen. Tijdens de bijeenkomst waar ouders vragen konden stellen aan Rimmerie waren ze boos en vol onbegrip. Dit omdat Remarie meldde dat het niet langer haalbaar is om de school met 60 leerlingen open te houden. Gelders erfgoed is flink geschrokken van de bezuinigingen die de provincie Gelderland woensdag aankondigde. De sector cultuur en cultuurhistorie moet het met 3,5 miljoen euro minder doen en dat wordt afgewenteld op onder meer het Gelders erfgoed. Voor gelders erfgoed dat gevestigd is in Zutphen, kan dit een extra bezuiniging betekenen van 30 tot 50 procent en zou wel eens desastreuze gevolgen kunnen hebben. Directeur Mark Wingers van het gelders erfgoed verbaast zich over het besluit van de provincie, mede omdat hij het gevoel heeft dat ze precies doet wat de provincie wil. De gemeente Zevenaar laat onderzoeken wat het kost om het lentebad open te houden. Eerder besloot de gemeenteraad om onderzoek te doen naar de bouwkundige staat van het lentebad. De gemeente wil besparen op het lentebad. Een van de mogelijke oplossingen was om een nieuw energiezuinig zwembad te bouwen, maar dat is te duur. Er zijn nog drie andere scenario's over. Een onderzoek dat 21.500 euro kost, moet uitwijzen welke optie de beste is. De Gelderse ondernemer is somber gestemd. Dat blijkt uit cijfers van Koen, die door de Kamer van Koophandel is gepresenteerd. De verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn minder negatief. Meer ondernemers verwachten groei van de omzet en van de export. De verwachting is dat ook de werkgelegenheid verder zal dalen. Bij een bedrijf van de Edisonstraat in Zevenaar is donderdag brand uitgebroken. De brandweer uit Zevenaar had de brand snel onder controle. De brand is ontstaan in de airconditioning op het dak. Een plaat in het apparaat vatte vlam. Een medewerker ontdekte de brand en alarmeerde de brandweer. De graafschap hoopt deze week een nieuwe speler te kunnen vastleggen. Dat zei Algemeen Directeur Henk Bloemers in het programma Gelderland Vandaag. Daarnaast gaf Bloemers aan dat hij in gesprek is met directeur Gerard Sandring van Centric. Hij hoopt dat de voormalige hoofdsponsor de uitdaging aan wil gaan om er bij de graafschap iets moois van te maken. Het spelersbudget blijft intact, ondanks dat de begroting 4 miljoen euro teruggaat. Zo hoopt Bloemers een complete selectie te behouden.